Ja, hier is Fishy weer. En vandaag weer een nieuwe aflevering van mijn Rode Commando hier op MW3. Aflevering, als het goed is, uit mijn hoofd, nummer 42. En we gaan verder waar we gebleven zijn. Ik ben nog steeds level 54, ja, ongelooflijk. Vorige keer speelde ik met de G36C en het ging heel goed eigenlijk, hè jongens. Het ging gewoon prima, er was niks mis mee. Even kijken of die challenges een klein beetje gedaan hebben. Dat is altijd leuk toch, een beetje sneller levelen. Moet ik even hier kijken natuurlijk, Barracks Challenges, Primary en dan Assault en dan de G36C. Nou, Red Dot heb ik in ieder geval dicht inderdaad, dus daar ga ik geen extra XP'tjes meer van krijgen. Ik neem het trouwens achter elkaar op, dus misschien herkennen, want meestal doe ik elke verschillende shirtjes aan en zo soort dingen. Ik heb nu dezelfde aan, maar ik neem gewoon zeg maar gewoon een paar achter elkaar op. Dat vind ik wel even fijn, weet je. Dat is gewoon fijn als je daar niet meer even hoeft te letten en dan plan ik het alvast van tevoren in. Dat is gewoon altijd leuk. Nou, we gaan even kijken. Waar ga ik nu mee spelen vandaag? Geen 36C. Misschien de P90. Maar, dat denk ik ook niet eigenlijk. Ik wou eigenlijk een keertje met de UMP spelen. Ik ga eens een keertje met de UMP. UMP gaan we spelen. Attachments, Silence Rapid Fire. Dat is een beetje wat ik leuk vind, eigenlijk wel een keer. En ik speel dan... dit keer ga ik gewoon een keertje Specialist spelen. Ja, ik ga een keertje Specialist spelen. Met Scavenger als begin natuurlijk. Hardline en dan Stalker. Ja, dat kan wel. En dan unlock ik Specialist. En dan ga ik Sleight of Hand in ieder geval unlock als eerste. Daarna Assassin is wel zo fijn natuurlijk. En anders daarna unlock ik denk ik Blind Eye. Of niet? Quick heb ik er weinig aan. Sitrep. Ja, ik luister toch een beetje. Dat is misschien wel lekker. Sitrep een keer. Oké, nou dan gaan we het lekker zoeken. We gaan even kijken. Domination. Keer. Ik speel nog eens even met Netex aan gewoon. En we gaan even kijken waar we ingedumpt worden. Zal ik eens een keertje Ground War spelen? Ik ga een keertje Ground War spelen. Weet je? Dat is ook weer wat anders. Maar toch? Wat boeit het nou? Ah! Piazza. Dat is wel leuk. Elke keer een andere map. Weet je? Dat is ook een beetje leuk voor de variatie. Piazza in ieder geval. Ik ga even kijken welke emblem ik er nou weer bijgekregen had trouwens. Even kijken. Deze. Kill every member of the enemy team. Oké, 4 keer. Oh, 4 enemies moeten gewoon zonder dood te gaan. Ja, dat haal je natuurlijk met die Pavlo die ik in de lucht had. Even kijken. Of we kunnen beginnen op de map Piazza. Ik vind het een mooie map eigenlijk. Ditte. Ja, ik ken de leukere. Maar ik voel me dan nu toch een beetje kloten altijd dat je moet wachten erop. Hè? En ik wil niet altijd breken, weet je. Dus mensen gaan gewoon knippen en dan gaan ze verder waar je gebleven bent. Maar ik vind het gewoon leuk. Jullie zien echt dat ik het gewoon helemaal live speel, snap je. En dat ik dan gewoon hiermee bezig ben. Maar dit duurt me wel iets te lang. Dus ik ga nog een keer zo zoeken. En dan kijken, als ik er ergens ingegooid word, zou dat mooi zijn. Nee, het is gewoon te weinig spelers. Ik ga een keertje gewoon zonder Mapex dan spelen. Zal ik er waarschijnlijk wel ingegooid worden. Yep. Op Resistance. En ik had natuurlijk beloofd om gewoon met de UMP te gaan spelen. Dus ik vind niet echt een... Ik weet niet of het echt een UMP map is dit. Hè. Meer van die huisjes dat je lekker met je UMP er doorheen kan rachen. We gaan... daar heb ik het zeker nog niet helemaal... Oh ja, wel deze. Ik had er niet de naam aangepast. Ik denk, what the fuck. Maar ja, maakt niet uit. Ja, Rapid Fire Sounds. Ik vind het wel zo lekker. We gaan even kijken. In principe is altijd mijn doel ook om te winnen. Zo, lekker aanvallend spelen. Dat is wel zo leuk, toch? Is leuk om naar te kijken. Niet dat ik er meteen mol op zal halen, maar toch. Toch is het altijd leuk. Oh, dat is een scorpion. Daar moet ik even rekening mee houden. En daar zat hij. Die klote trap ook altijd. Dat spawnen op die trap. Dat is ook altijd zo. Oh, hoorde ik daar een snipertje? Hoor wie sniper? Hey, waarom... Waar ging Jander niet dood? Maar ik level wel. En uiteindelijk is dat altijd lekker. Oh. Nou, kom op jongens. 1 nieuwe staat goed. Hup. Geen. Wat?
Wat ben jij nou aan het doen? What the fuck? Nou, het zal. Oh. Oeh. Spooky hoor. Nog één? Ja, schijnbaar. Ik zag hem niet. Hup. Oh. Ik zag helemaal niks meer. Ik zag helemaal niks meer, joh. Jezus, kom op nou, team. Jezus. Jij gaat lekker campen. Jij wordt lekker dood. Hallo, jij. Probeer 10.000 XP erbij. 750 kills met Stalker. Hallo. Hallo. En waar zitten ze? Waar zitten ze? Waar zitten ze? Zo. Maar nu heb ik een keertje. Oh, ik wou zeggen Assassin unlocked. Ja, nu ga ik dood. Ja, zeker weten. Hoppa. Hoppa. Oh, oh, oh. Durven jullie niet? Och, waar komt die vandaan dan? Dat is wel heel spannend hoor, als je zo gaat spelen. Javeline. Ook leuk altijd. Tijd voor de stealth class. Meteen even. Zo. Dat allemaal mee. Ah, oh, die heeft een quad feed met zijn. Hoe heet zijn ding? Ik zag je niet aankomen. Ik wil een silence. Ja, dat maakt niet uit. Kom maar. Waar zit je? Waar zit je? Hoppa. Oh. Ah, kom op. Prone blocked. Hup. We gaan kijken of we hier wat kunnen doen. Hoe ga ik? Ja, ik ga verschrikkelijk trouwens. Maar ja, maakt niet uit. Wow, 4 man. 3 man. Wow, 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 wow. Even kijken of die UAV even weg kan schieten. Nou, ah, laat maar. Ik word toch niet herkend, maar ja, ik kan die blind eye kan ik even proberen daarmee, hè. Nou. Hup. Hoi! Je mag al doodgaan. Ik zie je niet meer. Ik dacht dat ik iemand zag staan. Ik had hier even marksman op moeten zetten. Ga hier weg. Ga helemaal niks, man. Klote lobby. Oh. Zal ik iemand staan? Nee, nee, nee. Hier zag ik iemand met Assassin. En daar zit ook iemand weer. Nou, wat doet mijn team eigenlijk? 3-15. Oh, de split screen is natuurlijk. Oh. Hey. What the fuck? Spawn daar. Het blijft al vervelend, al die spawns. Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon lekker even die UAV wegschieten. Heb ik wat te doen. Waar zit je, waar zit je, waar zit je UAV?
Ja, met dit. Ah, fuck it. Ik zie je niet. Durf je niet. Durf je niet. Oh ja, zit je. Kijk. Hij is weg. Kom op. Akimbo-leier. Goh, kalera zeg. Jezus, mensen. What the fuck zeg. Hiernes is. Ik dacht dat je dood was. Ja, ja, ik kan goed snijpen hoor. Oh nee, ik heb geen. Kom op. Huppa. Nou, even hier naar beneden. Altijd achter je blijven kijken, jongen. Altijd achter je kijken. Ho. En je hebt me weer. En wapen is weer geleveld, dus dat is allemaal wel lekker natuurlijk. Even kijken. Ah, laat maar. Ik kan er niet omheen. Waar zit je? Kom jongens, capturen. Ik kan niet langs ook trouwens nu. Nou. Oh. Nou. Weer! Zo. Even een eindspurtje maken. Zo. En hier zit je. Ja, ik werd geraakt. Ik liet veel. Keek veel naar de andere kant op. Mijn eigen fout. Klotezooi. We zullen ook nog even een keertje als specialist kunnen halen. Ho, maar één. Oh, nou nog één. Jongens. Trouwens. Die rode. Heb het ook niet lekker gedaan hoor. Ik doe het zelf niet goed, maar. Weer. Hoe kan je nou weer een quad feed halen? Oh. Weer een hitmarker. En weer een stelbomber. Oh. En ik ben stunt. Ja, dan ben ik dood. Goos gewoon twee keer een quad feed met een. Met een quad kill met een. Met een nap care package. What the fuck zeg. Oh nee, gaan we weer. Oh, veel meer. 4 miljoen. Oude snipe. Ja, level 8 hè. Dan ga je lekker snipen hè. Kijk, dan sta je gewoon 1-15. Hé, hey, dan doe je top hier voor je team hè. Echt, dan heb je het gewoon heel top gedaan. Weet je, niks mis mee. Nou, en Connie heeft twee keer een 4 kill met een care package. Supporters. Dus daar hebben we ook helemaal niks aan. Dus er zijn 8 kills al eraf. Lekker team. En ik zit heel anoniem ertussen met 23-20. Ja, dat is ook niet echt... heel erg om zeg maar naar huis te schrijven. Jup. Nou. Ik zou zeggen jongens, geef me een duimpje omhoog natuurlijk. Tot de volgende keer. Bye bye. Vergeet geen 250 duimpjes voor de volgende. Bye bye.